Tot zover. Dank u wel. Een vraag van de heer Van Houwelingen. Dank u, voorzitter. Ik heb de heer Van Kampen niet over Oekraïne gehoord, terwijl dat natuurlijk wel op de agenda staat. En wat onder andere op de agenda staat, is een conceptconclusie waarin de Europese Raad voor het eerst gaat uitspreken dat wat er ook gebeurt, Rusland mag niet winnen. En dat is mijn vraag aan de heer Van Kampen. Wat vindt hij daarvan? En hoe definieert hij niet winnen van Rusland? Voorzitter, ik vind dat een uitstekend uitgangspunt. Want Oekraïne is een bondgenoot. Het is een land wat ligt op het Europese continent en wat het volste recht heeft om zich te verdedigen tegen de agressie van agressor Rusland. En wat onze fractie betreft is daar whatever it takes voor nodig om hen te helpen in geld, in munitie en in wapens en in diplomatieke steun om Rusland buiten haar soevereiniteit en soevereine grenzen weg te stoten. Hey, dus dan, ik probeer het antwoord hieruit te destilleren. Dus in ieder geval voor u is niet winnen, en dan moet u mij corrigeren als dat niet zo is, via de voorzitter, dat Rusland de Krim moet opgeven, de gebieden in de Donbass. En dan is mijn vervolgvraag, voorzitter, hoe realistisch vindt de VVD dat? Hoe realistisch is het om te verwachten dat Oekraïne de Krim en de Donbass kan terugveroveren? Wat moet daarvoor gaan gebeuren? Voorzitter, volgens mij is daar vorige week een goed debat over gevoerd in deze Kamer. Heeft mijn collega Brekelmans dat debat gevoerd. Hij noemde daar vier lijnen waarlangs je eigenlijk een opstelling als Europese Unie zou moeten innemen. Die ik zou willen herhalen. Dat is dat je op financieel gebied voldoende armslag moet bieden. Op munitiegebied voldoende armslag moet bieden. Drones. Om de Russische agressor ook daar te kunnen bestrijden en buiten de grenzen van de Oekraïnse soevereiniteit terug te dringen. En tot slot ook op economisch gebied binnen de Europese Unie de maatregelen te nemen. Of dat nou autofabrikanten zijn, of dat nou staalfabrikanten zijn. Om dat wat nodig is om Oekraïne te helpen bij het respecteren van haar soevereiniteit. Om dat te bewerkstelligen. Ja, en dat is mijn vervolgvraag. Dank u, voorzitter. Dan ben ik heel benieuwd. Wat vindt dan de heer Van Kampen van al die experts die natuurlijk nooit in deze Tweede Kamer komen, hè? Want daar worden alleen maar mensen van Klingendaal uitgenodigd. Wij willen ze wel graag uitnodigen, maar dan wordt dat geblokkeerd onder andere door de VVD, wat natuurlijk schandalig is. Maar voor al die experts, die onafhankelijke militaire experts, die niet worden betaald zoals de Klingendaal-experts door mensen van Buitenlandse Zaken, die zeggen van het is echt onmogelijk gezien de situatie dat Oekraïne in deze, al krijgen ze alle hulp van de NAVO. We hebben niet eens de munitie, we hebben niet de mankracht om dat te winnen. Wat vindt de VVD daarvan? Vindt de VVD dus eigenlijk nogmaals mijn vraag dus herhaald, is het nou realistisch om van Oekraïne te verwachten, met alle hulp bij een partij die wij zouden kunnen geven, waar wij natuurlijk tegen zijn, dat Oekraïne ooit de Krim kan terugveroveren, de Donbass kan terugveroveren, nog afgezien van het feit dat je dan een hele grote kans hebt op een nucleaire oorlog? Voorzitter, de heer Van Kampen ziet in de opstelling van het Oekraïense volk en van het Oekraïns leiderschap al jarenlang een inzet die alle steun, alle bewondering verdient, dient te moeten worden blijven ondersteund om uiteindelijk daar te komen waar Oekraïne het volste recht op heeft. En dat is vrijheid en het terugdringen van de Russische agressor tot buiten haar landsgrenzen. Oké, dank u, voorzitter. Ik krijg dus geen antwoord op mijn vraag. Het is heel belangrijk om dat te markeren. En dan, de heer Van Kampen begint dan over het Oekraïnse volk. Dat moet worden gesteund. En dan had de premier het ook over in het debat over de Oekraïnse oorlog vorige week. En stel nou dat de Oekraïnse regering op een gegeven moment zegt, weet je wat, dit gaan we niet winnen. Wat al die experts ook zeggen. We willen vrede en we geven de Krim staan we af, de Donbass staan we af. Wat dus betekent, ik denk in uw eigen definitie, dat Rusland gaat winnen. Maar stel dat Oekraïne daar zelf toe besluit. Is dat dan iets waarvan de VVD zegt, wat de premier vorige week ook zei, van ja, dan steunen we Oekraïne. He, want we gaan natuurlijk niet op de stoel van Oekraïne zitten. Is het dan wel acceptabel voor de VVD? Voorzitter, ik heb net uitgesproken welk vertrouwen mijn fractie heeft als mijn fractie kijkt naar de inzet van het Oekraïns volk en van het Oekraïns leiderschap. En als ik dan luister naar de als-dan-vraag die de heer Van Houwelingen mij stelt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat dat niet meer is dan borrelpraat. En daar wil ik het graag bij laten. De laatste. De laatste vraag. Nou, het is helemaal geen als-dan-vraag, want dit gebeurt dus. April 2020 is Johnson afgereisd naar Kiev. En dat weet de heer Van Kampen goed is ook. En ze waren bezig met vredesonderhandelingen. En toen heeft Boris Johnson namens de NAVO, dus ook namens ons, gezegd, dat gaan we niet doen. Let's just fight. Dat is wat hij gezegd heeft. Dat is wat naar buiten is teruggekomen. Dus dat is het grote probleem, meneer Van Kampen. Dat is het grote probleem. Oekraïne kan het zelf niet besluiten. Dat komt omdat het dus een proxyoorlog is tussen de NAVO en Rusland, waar Oekraïne het grote slachtoffer van is. En dit is ontzettend erg. En daarom zeggen we ook de hele tijd, dit is niet onze oorlog. We zouden er buiten moeten blijven. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou bijna genegen zijn om te zeggen dat de proxyoorlog waar de heer Van Houwelingen het over heeft in deze Kamer een proxy-parlementariër is die in ieder geval het Russische volk en in ieder geval de inzet van Moskou zeer goed gezind is. En daar wil ik me niet toe laten verleiden. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou graag een vraag willen stellen over
situatie in de Palestijnse gebieden. Deelt de heer Van Kampen namens de VVD